En wij gaan op vakantie. Er is dus net een ongeluk gebeurd, precies voor mijn neus. Die auto is dus net geraakt. Good morning guys, het is vandaag woensdag. Ik heb gisteren niet gevlogd, want ik was echt mega druk met video's editen die ik deze week allemaal ga plaatsen en volgende week. Ik heb het echt mega druk, want ik denk dat ik op vakantie ga. Alleen het is nog niet helemaal 100% rond en zeker. Daarom wil ik er nog niet te veel uitspraken over doen. Maar ja, ik ben alvast vooruit aan het werken, zodat ik nog steeds content kan uploaden als ik op vakantie ben. Dus ja, dat is wel altijd een minpuntje van influencer zijn. Je moet altijd wel een soort van content klaar hebben liggen. En omdat ik alles zelf edit, is dat best wel heftig. Want per video edit ik ongeveer 5 uurtjes zo. Plus het renderen dat ook nog vaak een uur duurt. Dus ik heb in ieder geval de grote video's al geëdit. Ik ga nog denk ik wel nog een paar extra video's editen, zodat ik echt gewoon safe ben. En daarna moet ik ook nog TikToks en zo gaan opnemen en al dat soort dingen. Ik ga nu in ieder geval naar kantoor. Ik heb namelijk een afspraak. Ik ga wat dingetjes bespreken over een inzamelingsactie dat misschien binnenkort gaat plaatsvinden. Maar dat zien jullie binnenkort wel. Eten. Ik ga eerst zitten. Hey guys, ik ben nu met Jordi, met Filip en met Faisal nog steeds. We hebben net gegeten, we hebben broodjes gegeten, we hebben Surinaams gehaald. We gingen dus eerst naar Smeltkroes, maar dat was dus dicht of zo. Hey guys, ik ben nu in Eiburg en ik ga even mijn haren doen. Want mijn haar is echt een mes. Ik ga weer even slecht doen. Ik ben al een tijdje thuis en zoals jullie kunnen zien is mijn haar gedaan. Super mooi is het gedaan. Ik ben er ook mega blij mee. Iemands moeder heeft het voor me gedaan. Ik had namelijk op Instagram gezet van, ja, wie kan mijn haar doen? En iemand zei van, ja, mijn moeder kan het doen. Dus ik wilde heel graag mijn haar doen, omdat ik dus op vakantie ga. En als ik dit soort haar heb, dan hoef ik het gewoon eventjes niet te doen. En dat vind ik fijn op vakantie. Ik neem ook gewoon mijn staart mee, dus die komt altijd goed uit, hè. Ik heb ook allemaal kleding van Playboy gekregen. Deze heb ik allemaal uitgepakt en hier moet ik ook allemaal Instagram foto's van maken. Het is echt heel cool eigenlijk dat ik dit gewoon van Playboy heb gekregen. Dit is een samenwerking ook met Playboy. Dit is een overhemd. Ik heb het echt heel slordig neergezet. Dit is een broek. Dit is een beetje een oversized broek. En dan op de bil zie je dan dit hier. En dan heb ik daar nog meer kleding allemaal. En ik vind deze echt heel erg cool. Kijk. Deze heb ik ook gekregen. Dit is een ketting. Een beetje een choker ketting. Ik krijg dus heel veel reacties van, hey, je andere oorbel is volgens mij ook stuk. En ja, jongens. Deze oorbel is ook stuk. Hier aan de onderkant is die afgebroken. Ik wist het niet eens. Ik zag het pas toen mensen erop reageerden van, hey, volgens mij is die andere oorbel ook stuk. Echt super irritant. Dan bestel je iets en dan gaat het gewoon stuk. Komt het stuk aan. Good morning, guys. Het is vandaag donderdag. Het is nu, even kijken hoe laat het is. Het is nu 8:30. Ik was om 7:30 was ik wakker. Ik moet me dus klaarmaken, want ik heb om 9:30 heb ik een PCR-test. Dat moet je allemaal doen voordat je op reis gaat en zo. Heel saai allemaal. Als dit zeg maar positief is, in de zin van, ik heb dan corona, dan kan ik al niet gaan. Dus het is wel een belangrijk moment, hè. Ik heb gisteravond nog wel een beetje mijn koffer ingepakt. Ik moet nog wel even kijken wat erin gaat en wat niet. Ik denk dat ik echt heel veel onnodige dingen mee heb genomen. Maar ik heb dit ook allemaal. Zo, en sieraden. En daar nog camera spullen. En deze camera waarmee ik nu film. Die moet ook mee. Wij hebben zojuist, ik ben trouwens met Filip. Wij hebben zojuist de PCR-test gedaan. We krijgen om 6:00 al de uitslag. Het is pas 9:00. Maar ik denk wel dat het negatief is. Want we hebben natuurlijk vorige week ook al getest. En toen waren we ook negatief noemen we dat. Ik raak de hele tijd door de war. Ja, van negatief wordt eigenlijk slecht nieuws te zijn. Maar dat is ja, goed nieuws. Ja, precies. Maar wij gaan
nu eventjes naar de bakker, want ik heb honger. En daarna moeten we naar Kruidvat, want we moeten nog de laatste dingetjes halen voor onze vakantie. Wij zijn nu in het Kruidvat. Het is het Kruidvat. Het is niet de Kruidvat, het is het Kruidvat. Wij hebben alvast dit in ons mandje. Echt een cutie. Kijk hoe klein. Oh, kijk al die travel dingetjes, zo klein. Kijk, mini schers gaan, Philly. Ik ben al een tijdje thuis. We hebben boodschappen gedaan. We gingen dus eventjes naar de, hoe heet die ding? Het Kruidvat. Hebben wat laatste spulletjes gekocht. Alleen, ik ben nog iets vergeten. Dus dat ga ik later halen bij de Albert Heijn gewoon. Dat is haarlak en tampons. Mm-hmm. Ik heb een pakketje gekregen. Ik weet niet van wie dit is. Ik ga het nu openmaken. Het voelt wel een beetje zwaar aan. Deze week heb ik trouwens echt kapot van pakketjes gekregen. Nou, ik heb dus parfum gekregen. Superleuk. Dit zijn ze. Deze was denk ik wel echt mijn favoriet. Deze roze flesje, dat is dus de Felicia Roses. Wauw. Hey guys, het is vandaag vrijdag. Het is 14 januari en wij gaan op vakantie. We gaan dus naar Abu Dhabi. En we zijn al langs de douane geweest. We hebben onze die check-in en zo allemaal al gedaan. Dus nu gaan we even kijken of er wat te scoren valt in deze dure airport winkeltjes en zo. En we gaan ook even kijken of we even een Starbucks of zo kan halen, want ik heb echt zin in ijskoffie ineens. Wij hebben zojuist een frappuccino gehaald. Dat is de enige koffie die ik lekker vind. Dit is, welke smaak is dit? Chocolate chip. Chocolate chip is dit. Ze hebben mijn naam goed gespeld, is ook niet heel moeilijk. Wij hebben McDonald's gehaald. Ik had eigenlijk helemaal geen trek, want ik heb in de ochtend heb ik al een tosti gegeten, maar deze meneer heeft in de ochtend nog niet gegeten. Ik heb kipnuggets gehaald, 6 stuks. En ik eet het altijd met frietsaus. En daarnaast heeft Philip een Big Tasty, want dat kan je niet eten in Abu Dhabi vanwege de bacon. Beste burger die er is. Ik vind dat soort burgers sowieso niet zo heel spannend. En we hebben natuurlijk gewoon frietjes. Dit jaar. Daar gaan we. Zo gek dit. En besef even dat dit een samenwerking is. Zo fucking cool. We vliegen trouwens met Etihad. Nog nooit mee gevlogen. Volgens mij is het echt iets van de Arabische Emiraten. We hebben eten gekregen. Dit is chicken of zo met brood. Ik heb geen idee wat dit allemaal is. Oh, dit is water volgens mij. En we kijken verder. Philip ook. Wij zijn in het hotel. Het hotel is echt super mooi. Wij wisten niet hoe het hotel eruit zag, omdat dit allemaal voor ons geregeld is. Super cool, super vet. En ik ga jullie nu de hotelkamer laten zien. Je ziet al meteen achter mij is een mega mooie grote bad. En dan hebben we hier ook nog een douche. Heel mooi ziet het eruit. Nou, dit is de wc. Niet zo heel speciaal. We hebben wat mandarijntjes gekregen. En dan lopen we hier verder. En dan hebben we hier weer een spiegel. En hierachter is dus dat bad en die andere spiegel waar ik dus net was. Dit is een beetje de kamer. We hebben een super mooi groot bed. En we hebben ook een balkon daar. Maar dat is nu niet heel speciaal, want je ziet bijna niks door het donker. Wij hebben room service besteld. Het is ondertussen echt al 2 uur of zo. Maar ik heb een chicken burger. Fries. Philip heeft ook fries. En hij heeft een broodje of zo. Ik ga nu eventjes in bad, want ik voel me echt mega vies. Good morning, beste mensen. Het is onze eerste dag hier al in Abu Dhabi. En het zonnetje schijnt. Ik weet alleen niet of het echt warm is. Want die airco stond de hele avond hard aan of zo. En ik weet niet hoe we dit gaan veranderen. Ik moet even gaan navragen, want het was echt mega koud. Ik heb dus deze jurk aan van Boohoo die ik jullie in de vorige week vlog liet zien. Ik heb namelijk toen een mini shoplog gegeven. En deze jurk zat erbij. Wij zijn nu bij het ontbijt.
Maar we hebben nog niet goed gekeken, maar we hebben wel vast al hard chocolate besteld. Philip ziet er echt super leuk uit. Dit heb je van Boel ook gehad besteld, toch? Ja, want dit heb ik dus niet laten zien, maar dit is dus wat Philip heeft besteld. We zijn hier dus al in het museum. En ik was helemaal vergeten dat als je naar een museum gaat, moet je echt helemaal door security en weet ik veel wat en zo. En je dingen natuurlijk. Dat hebben ze trouwens ook bij La Casa de Papel, hè? Het mondkapje maakt me een klein beetje moe. Maar trouwens, als ik het nog niet heb gezegd, we zijn nu dus bij Louvre. Oh my god, het is hier zo mooi. Je kan hier zoveel mooie foto's maken. Modelletje hoor. Zonder jas kan lopen, ben ik blij. We zijn alweer bij onze volgende activiteit. Ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar het heet Alcazarrossen. Sorry, ik heb geen idee. Maar dat is een monument. En ik ben echt benieuwd wat ik hiervan moet verwachten, want hier heb ik niks van opgezocht. Ik wilde zeggen, deze fietsje heeft een smaak, maar het is je lipgloss. Yeah. Jongens, we hebben Fiji water eindelijk. Ik heb het eigenlijk al sinds gisteren. Sorry. De fles moet wel echt mooi blijven hoor, want deze fles ga ik wel houden. Dit wat je nu hoort, is als het goed is, ik weet niet zeker of het of zo is. Maar dit is nu tijd voor een bepaalde gebed. En ik vind het eigenlijk best wel cool dat je het gewoon keihard hoort. Overal. Hey guys, wij zijn dus nu in de stad even aan het looken voor een hijab. En... Snap je dat ook? Huh? Er is dus net een ongeluk gebeurd, precies voor mijn neus. En ik vraag me af of het wel goed met deze man gaat, want zijn airbag is uitgeklapt. Oh my god, wat heftig. Dit gebeurde ook echt voor ons neus. Ik hoorde alleen... Ja, me too. Daar, wat je daar ziet... Die auto is dus net geraakt. Kijk, zijn airbag is uitgeklapt. Ik vraag me af of het wel goed met die man gaat. Ik weet niet wat ik moet verwachten. Volgens mij zag ik dat je giraffen kan gaan eten geven. Zo, ik weet echt niet wat je van een buitenlandse dierentuin kan verwachten. Volgens mij ben ik nog nooit naar een buitenlandse dierentuin geweest trouwens. We zijn in de Emirates Zoo Park en we zijn nu bij de petting gedeelte. Dat betekent dat je ze dus waarschijnlijk kan aaien. Alleen bij sommige staat dus van do not touch the animals. En we staan nu bij de schildpadden. Waar kan met jou die? Deze is lijp aan het chopje, hè? Deze geniet. Ik heb die typie. Houd die, kom. Houd die. We zijn nu bij Gloria. Ze ligt te chillen in het water, ook al regent het. Dat maakt er niks uit. Wat dit? In his mouth. Yeah. Wij zijn dus nu bij de vogelgedeelte en ik weet niet waarom, maar ik vind het best wel zielig of zo. Want ze zitten in de hoek. Ik dacht eerst dat ze gewoon los waren, dat ze getemd waren of zo, maar ze zitten dus allemaal vast aan hun pootjes.
En ze staan volgens mij gewoon echt de hele dag op zo'n soort van standaard of zo. Kijk, ze zitten daar vast aan hun pootjes. En dan is dit hun hok. Dan kunnen ze niet eens eventjes rondvliegen. Kijk, in Artis is het ook niet al te best. Maar daar hebben ze een soort van iets ervoor. Waardoor ze dus wel gewoon kunnen rondvliegen in een ruimte. Maar dit vind ik wel gewoon heel erg zielig. En dat is dus bij al die vogels hier. Hallo. Kijk even voor de vlog. Eentje, kijk dan. Dooie chappie. Wij zijn er weer bij de volgende locatie. Namelijk Jubil Mangrove Park. Geen idee of ik het goed uitspreek. Ik heb alles echt hier al mijn twijfels over de uitspraak. Maar het water hier is hier echt gewoon turquoise of zo. Het zonnetje begint nu ook een beetje door te schijnen, dus dat is mooi. En dit is hoe het eruit ziet. Het water ziet er wel heel mooi uit. Hey guys, we zijn weer terug in het hotel. We hebben een paar foto's gemaakt in de moskee. En ik merkte dat de security ging echt letten op mijn hoofddoek. Want soms, ik heb zeg maar geen naaldje om het vast te zetten. Dus het ging steeds naar achter. En dan zeiden ze van ja, je moet je ding goed zetten. En je moest ook bepaalde dingen, zoals dit mocht je niet doen. En je mocht dit, dat is logisch natuurlijk. Je mocht dit niet doen. Niet dat ik dat deed hoor, maar dat stond allemaal op die borden en zo. Ik ga nu in ieder geval uit eten. Ik heb een andere outfit aangetrokken. Dit is mijn leren jas die ik volgens mij vanmiddag ook al aan had. En ik heb een hele mooie jurk aan. Alleen die kan je niet eens, die kan je nu niet zo goed zien. En ik wilde eerst deze dingen aandoen. Kijk, deze. Alleen, wij gaan nu eerst eventjes die hijab wegbrengen, omdat ik het gevoel heb dat we in de maling zijn genomen. 113 euro. Best wel veel. En ik vond het eerst niet erg, maar toen ik hem aantrok en hij was ook te lang, want ik viel steeds bijna, ook gewoon voor mensen en zo. Mensen gingen gewoon echt kijken van dat ding is te lang. Ik merkte ook gewoon dat die hijab veel te lang was. Dus ik dacht van nee, ik moet hem gewoon echt terugbrengen. Nu zijn er gewoon twee redenen om hem terug te brengen. Wij wilden dus net de jurk terugbrengen. Heel gedoe. Geld niet teruggekregen, maar ze gaan ons bellen of zo. We hebben de jurk daar wel gelaten, maar Filip heeft wel naar de bond gevraagd. Wij zitten nu in een restaurant. Een sushi restaurant, maar we gaan ramen eten. Ik heb Torinosu ramen of zo. Geen idee wat het is, maar ik hou echt van ramen. Hè. Dit is onze eerste meal. En dit is dus edamame met... garlic. Ik heb kippenvel hieronder. Het is echt lekker. Oh my god. Ik heb ramen. Dit is hoe de ramen eruit ziet. En Filip die heeft risotto. We hebben net gegeten en die ramen was echt mega lekker. De buik is wel echt opgeblazen. Wij zijn dus nu van plan om naar boven te gaan. Er is hier namelijk een hotel. En dan zie je dus de hele stad. En vooral omdat het nu avond is, is dat heel erg mooi. Die man zei dus van ja, je kan er gewoon gratis naar binnen. En dan wil je gewoon kijken of foto's maken of whatever. Zo. Good morning, beste mensen. Het is nu op dit moment maandag. En het is 7 uur. We waren al om 6 uur wakker. Wij gaan namelijk een activiteit, of tenminste, we gaan 4 activiteiten doen vandaag. Dat is in een andere stad. Dat is volgens mij een 2-hour drive. Dat betekent dus dat we 3 uurtjes of 2 uurtjes moeten rijden naar een andere stad. Ik heb vandaag superveel te doen. Ik moet dus die content daar maken. Daarnaast moet ik ook nog eens de weekvlog editen en mijn eigen foto's editen. Ik moet heel veel dingen posten vandaag voor bedrijven. Dus vandaag wordt echt... een mega lange en vooral drukke dag. Sorry dat ik opeens zo naar een ander onderwerp ga, maar mijn nagel is gewoon gebroken gisteren. Ik had het niet eens door. Ik merkte het gewoon ineens.
uur en 40 minuten, bijna 2 uur rijden. Zijn we gearriveerd? Wij zijn nu aan het fietsen. We zijn namelijk op een locatie, het heet Oasis. Weet je wat een oase is? Iets met water of zo, toch? Meestal een plek in een woestijn of zo waar je drinkbare water is. Dus we zijn nu druk aan het fietsen in de Oasis hier. Nee, ik vind het niet te hard. We hebben, hoe heet het ook alweer, ice cream rolls gekocht. Onze bike. Maar dit zijn dus Nutella rolls, ice cream rolls. Dat ziet er wel heel lekker uit. Ik heb me eventjes omgekleed. Ik heb dit pakje aan van Boohoo. Dat is echt een hele mooie kleur, vind ik zelf. Ik weet niet goed of jullie me goed kunnen zien vanwege die zon en de schaduw. Maar wij gaan nu naar de laatste. Kijk jullie er altijd even. Wauw. Wij gaan nu naar de laatste activiteit hier in All 1. En dat is Jahiel Fort, als ik het me goed herinner. En daarna moeten we weer ongeveer 2 uurtjes terugrijden. Dus dat wordt weer wat. Ik ben terug in het hotel en ik merk echt dat ik iedere keer hier sta wanneer ik hier ga vloggen. Maakt niet uit. Ik heb een andere outfit aan. Dit dingetje is ook van Boohoo, dit witte. Hieronder heb ik een bikini aan en die is van Lofies. Ik zou nog dus vertellen wat ik hier precies doe. Ik ben hier niet voor vakantie. Ik ben hier echt om te werken. Ik ben namelijk uitgenodigd door Visit Abu Dhabi om content te maken, zodat meer toeristen naar Abu Dhabi komen. Ga je het eten? Dat is echt niet meer goed, hè? Nee. Dat is al heel fijn. De burger is al niet meer goed. Deze chappie? Wij hebben de eerste dag hebben wij room service besteld en hij wil het nu pas gaan eten, hè? Waar is het? Waar is Schimmel? Daar, dat groene. Dat is sla, Filip. Maar je gaat het niet meer eten, want dit is niet, ja, want groente wordt heel snel bederft heel snel. Dat kan nog wel, maar dit kan echt niet meer. Maar dus, wij hebben nu eindelijk eventjes tijd om Hiro het een beetje te verkennen. Zij hebben trouwens ook alles voor mij geregeld. Ze hebben de vliegtickets voor me geregeld, ze hebben het hotel voor me geregeld, ze hebben een hele planning voor me gemaakt. Het enige wat ik eventjes moet doen is gewoon die taxi bestellen en betalen en zo. Wij zijn weer terug in het hotel. Ik heb me ondertussen gedoucht. Ik heb oorbellen in. Ik heb deze ketting aan. Ik heb deze van Boohoo. Deze broek. Weet ik niet meer van waar het komt. En als laatste heb ik deze schoenen aan. Deze zijn ook van Boohoo. Niet te hoge hak, want daar kan ik niet mee. Maar wij gaan nu eventjes hier wat eten in het hotel. En daarna moet ik weer terug, want ik moet mijn video editen. De weekvlog die jullie nu aan het kijken zijn, die moet ik gaan editen. Het gaat nog wel een paar uurtjes duren, plus mijn haar ga ik eruit halen vandaag. Tenminste, Filip gaat dat voor me doen. We hebben hier wat fries met truffel. We hebben hier gepaneerde kip. Hier hebben we wat baby squids. Filip heeft een strawberry. Ik heb normale fries en ik heb een normale mojito. Ik ben alweer thuis en mijn braids zijn eruit. Die heb ik echt, of tenminste, die heeft Filip er net voor mij uitgehaald. Het voelt echt als een verlossing, want het trekt zeg maar echt zo aan je haar en dan bij mij wordt het hier zeg maar, komt er altijd een soort van irritatie. Ik heb al een aantal foto's geplaatst op mijn Instagram met een super mooie tas, namelijk met deze. Is de tas van Louis. Hij is niet origineel, laat me dat er wel bij zeggen. Het is een 1-op-1 tas en deze heb ik gekregen van World Fashion Style. Zij heeft ook Instagram, ze heeft ook heel veel kleding voor kinderen en ik merk, tenminste zij merkt, dat daar heel veel vraag naar is. Dus als je nou geïnteresseerd bent in 1-op-1 merken, dan kun je zeker eventjes naar haar Instagram kijken. Ik ga nu in ieder geval deze weekvlog die jullie nu aan het kijken zijn, ga ik editen. Dus hierbij wil ik de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker niet eventjes te liken en te abonneren hier beneden. Het is allemaal gratis. En dan zie ik het hopelijk volgende week weer met een gloednieuwe weekvlog. Ik ben hier trouwens nog een aantal dagen in Abu Dhabi. Dus ben je nou benieuwd naar mijn andere vakantievlog, moeten jullie eventjes de weekvlog van volgende week gaan bekijken. En die komt aankomende dinsdag online om 7 uur, Nederlandse tijd. Maar goed, ik hoop jullie in ieder geval snel weer te zien in een gloednieuwe video. Doei!